Goedemorgen lieve mensen. Vandaag begint mijn weekvlog. Ik ga het doen omdat het heel vaak is aangevraagd. Dus ik ga je lekker meenemen in mijn week. Ik heb schooldingen. Ik ga wat leuke dingen doen. Dus maanden waar met mijn baret op in je huis. Ik ga zo weg. En I kind of love this. It's so fluffy. Ik heb deze baret in Parijs gekocht. En ik dacht, it's a perfect day to wear it. Ik ga zo meteen shooten met Josie. Ik heb er heel veel zin in. We gaan ook lekker bijkletsen. Koffie drinken. Het enige ding is dat mijn flared pants die ik aan wil doen nog niet droog is. Dus die ligt hier. En de outfit is on point hoor. Ik zal het jullie even laten zien. Kijk, het begint al hiermee. De outfit is voor de helft. Het ziet er keihard raar uit. Zo loop ik rond. Oké, ik moet echt mijn nagels ook laten doen. Ik ga dat volgende week doen. Kan echt niet meer. Ik heb voor degene die willen weten, ik heb acrylnagels. Maar het is echt... Ik ben net terug van het shooten. En ik wilde eventjes de foto's laten zien. Wait a second. Ik heb er al een paar in de metro bewerkt. Dus die wil ik even laten zien. En als je de rest wil checken, dan moet je me even op Instagram volgen. Het staat hier in beeld. Tada! Deze. En deze. Love this one. Ik vind deze twee echt het leukst. Het is nu 2 uur. En ik wil heel graag de afwas doen. En de was doen. Beleef je nog eens wat hè, in deze vlog. Oh mijn god. Dit gaan we fixen. Voor de mensen die nog niet weten. Mijn wasmachines zijn zeg maar in het huis hiernaast. En de trap. Dus let's go. Oh my god. Opschieten. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Dit is niet handig, oh. Ik moet naar de bus. Want ik ga met... Ik heb mijn schoen niet aan. Ik ga mijn jas naar sporten. We gaan Zumba doen. Ik heb er zin in. Maar ik moet opschieten. Ik snap het niet. Ik snap niet waarom ik moet opschieten. Ik was gewoon helemaal klaar en... Opeens na op YouTube te hebben gezeten, moet ik best vet haasten. Oké, andere schoen. Waar is mijn pasje? Paniek. Tasje mee. Huppazeetjes. Wij zijn terug van Zumba. En we zijn dead. En we zijn dead. Dus. En we gaan nu naar huis. Ik heb boodschappen. En we gaan sleepover doen. En wokkels eten en sleepover. Ik wil even laten weten dat dit zo lekker is. You should try it. Oké, dat was het weer. Goodbye. Jas, ik probeer mijn tweede oorbel te vervangen. Een ringetje erbij gedaan. Oh, is nice, Jas. Yay! Eet smakelijk. Eet smakelijk. Lekker zin. Dit is echt de best. Gewoon zo na zomer. Yay, beep life. Nou, wij gaan nu lekker aan de scriptie zitten. Super zin in. Ik heb net even wat in elkaar geflanst. Ik had nog courgette over. Ui, tomaat. Dus heb ik even een soort van tomatensausje van gemaakt. En dan met rijst. Dus ik ga lekker mijn leftovers een beetje eten. En ik hoop dat het lekker is. Ik heb het nog nooit gemaakt, dus. Ik heb heel erg getwijfeld om een camera erbij te pakken. Ik vind dit super persoonlijk. En ik ben nu echt, ik ben natuurlijk aan het weekvloggen en ik weet niet, ik vind het onaardig zitten, maar ik voel gewoon zoveel pijn ofzo. Het is nu ongeveer 3 maanden geleden dat het uit is, het shock, en ja, ik heb het gewoon heel moeilijk mee.
En ik heb gewoon mijn ups en downs. Maar afgelopen dagen is echt gewoon... En ik weet dat 4,5 jaar heel lang is. En je bent zo gewend aan elkaar. En je hebt die persoon altijd in je leven. En opeens is het gewoon helemaal gone. Ik ben met zoveel leuke dingen bezig. En ik ben met leuke mensen. En ja, het is nog steeds zo moeilijk. Dit deel zien jullie eigenlijk niet. En ik weet ook niet of ik het online ga zetten. Maar het is wel een part of... Wat er in mijn leven speelt. En ja, het hoort er gewoon bij. Dus dan denk ik, ja, als ik een weekvlog doe, dan moet dit er ook gewoon in. Want ik wil dat jullie, zeg maar, weten wat er speelt. En dat ik niet altijd blij ben en positief. Momenteel staan jullie op een kaars. Dus beter blijf stabiel. Maar ik heb gisteren bij de H&M echt de softest thing ever gekocht. Het is een beanie. Zeg maar, ik twijfel om hem aan te doen. Want op de scooter is het best wel koud. Ik vind hem zo cute. Look how cute. Deze was, I don't know, 9 euro of zo bij de H&M. Ik vind hem zo leuk. Het is echt winter vibes. Ik denk als ik zeg maar zo naar buiten ga, dat mensen echt gaan denken... She cray cray. Maar als ik vandaag met de scooter ga, dan doe ik hem wel aan. Because I'm freezing, oké? En ik heb ook een nieuwe trui. Dat is deze. Dus die is ook echt helemaal fluff. Ik ga alles inpakken en dan gaan we naar school. Yes! Oké, let's go. Oké, lieverd. Ik heb gisteren niet meer gevlogd. Ik zag hem misschien weer zachter. Want eigenlijk was ik alleen maar in de beep. En ik was in mijn school bezig. En s'avonds was ik super moe. Dus het is nog nergens op. Vandaag is het vrijdag. En vandaag is een leuke dag, want ik ga eerst shooten met Josie, again. En daarna ga ik naar Umee toe en dan ga ik daar slapen. Ik heb heel veel zin in en ik ben nu mijn tas aan het inpakken. Ik heb in ieder geval een paar dingen meegenomen. Ik ga denk ik dit jasje vandaag aandoen. Het wordt 23 graden. Het is echt niet goed hoor. Het is gewoon oktober en het is gewoon 23 graden. Ik heb net deze jas binnen van Come Get Fashion, een teddycoat. Ik ben er echt super blij mee, maar ik kan het dus niet dragen. Nou ja, dat dus. Want ik had zeg maar een hele outfit gepland. En toen zag je dat het 24 graden werd. En morgen 26. Nou, toen heb ik maar een crop topje eruit gehaald uit de kast. Ik zal even het linkje van de teddycoat in de beschrijving zetten. Ik ga ondertussen mijn tas weer verder inpakken. Ik moet gewoon kijken welke zonnebril ik meeneem. Oh my god, I'm so confused. Zal ik deze meenemen of deze? Nee, ik weet het niet. Ik denk dat het deze wordt. Ken je dat? Dat je zeg maar één nachtje gaat slapen en je neemt een freaking volle... Oh my god, fucking zwaar. Dit neem ik mee voor één nacht slapen. Yummy. Ik ben aan het weekvloggen, hè? Ja, leuk! This is the situation. Mom, man, lekker wegtrekken. Ik heb zoveel honger, we gaan lekker en... Oh, I'm gonna cry. Oké, weet je wat? Laat maar. Ik stop ermee. Look what just arrived. Oh mijn god. I can't. We hebben echt een beetje veel besteld, hè? Dat is ook veel ziek. We zijn met 3 personen, hè? Ja, oké. Okay. Hi. Oh, ik ga het gewoon even als een soort kanin. Gaat het? Zo lekker. Poes, poes. Kijk hoe lief. Echt liefde. Like a complete and utter mess. Her situation. She did no cleaning whatsoever. She just literally picked up her stuff and left. I came home and wanted to clean up the mess that she left in the house when she moved out. Pretty well. I mean, when I put that thing on, you could not see my mom at all. Good morning, lieve mensen. Het is vandaag zaterdag. Ik moet even nadenken. Zoals je kan zien ben ik nu bij ME. En ME is even ziek naar... naar zijn werk brengen. En ik zit hier met Poes.
En ik ga nu mijn make-up doen. En vandaag bepaalt Poes onze dag. Ja! Yeah! En als je die video wil zien, hij komt na deze video online. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ben ook heel erg benieuwd wat we gaan doen vandaag. We hebben geen idee. We hebben alleen maar opties bedacht waar is Casey uit gaat kiezen. En jij ook hier. Kom erin. Bedankt hè. Jullie vragen vast op waar we heen gaan. Wat denken jullie? Guys, dit ziet er toch lekker uit. En mee heeft spetten met kampies. En ik heb bolognese. Ik heb een pakket gekregen van Chiquelle. Super nice. En ik ben benieuwd hoe alles staat. Ik ga zo even een soort van mini shoplog doen. Het was er binnen 2 dagen, dus... Hey. Allereerst heb ik deze trui en hij is een beetje wat langer. Dat vind ik echt super nice. Het is een kooltrui. Love. Ik ben echt obsessed met kooltruien. En hij is echt super lekker zacht. Trouwens, maar moet nog drogen. Dus ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En ik heb ook een code. Ik heb ook een discountcode voor jullie. Die zal ik ook hieronder in de beschrijving zetten. Dat is Romane15 voor 15% off. Oké, ik heb het volgende aan. Het is best wel groot. Maar ik denk dat het leuk is als ik dit aandoe met panties en Dr. Martens. Want dit is, het is echt huge. Het is echt gewoon een jurk. Maar het is dus dit. En hij heeft een V-hals. Maar kijk hoe groot. Dat het wel heel erg leuk is inderdaad met panty. En dus echt als jurkje. Ja, ik vind hem eigenlijk wel heel erg leuk. Alleen... hij is een beetje groot voor een trui, zeg maar. Ik wil trouwens wel even zeggen dat ik 1,60 ben. Dus ik weet niet in welke maat ik dit had genomen. Misschien SM. I'm not sure. Of is it one size? I don't know. Ik zal alles hieronder zetten. Het is zo lekker warm. Oh my god. Dit is het volgende. En deze is ook vet cozy en ook best wel groot. De uiteinden van de mouwen zijn zeg maar groter. En dat vind ik echt super leuk. Een soort van beige-achtig. Ja, een soort van beige. Deze trui is ook best wel groot qua lengte. Ik kan hem niet als jurk doen. Maar eigenlijk vind ik het wel heel erg leuk. Yay, ik ben echt blij met deze dingen. Oké, ik heb eventjes mijn haar in de staart gedaan. Want het, ik weet niet, het irriteerde me gewoon. Het laatste item is dit vest. Ik heb echt alleen maar dingen genomen die echt super cozy zijn. En echt ready for winter. Wat ik mooi vind is dat dit strak is. En dat de rest maar een beetje wat wijder is. Hij is wel echt super lang. Daar moet ik wel eventjes aan wennen. Maar het is echt zo'n... chill vest.